Maar in de tussentijd vertelde hij ook nog even tussen deze lopen. Ja, ik ben ook nog even gestart in vastgoed. Dus dat doet hij ook nog even erbij. Je bent er bezig bij je, Lex. Ik ben wel drukker. Ja. Dat is, ja. Maar over passief inkomen gesproken is vastgoed natuurlijk ook altijd een mooie. Ik zeg altijd ook van ja, op je business heb je het meeste invloed zelf. En als je nou dat geld, een deel van dat geld investeert in bijvoorbeeld vastgoed, dat stort natuurlijk niet zomaar in als het goed is. Ja. Maar vertel ook eens even dat vastgoedverhaal en hoe je daar dan in bent gerold en ook waarom en hoe dat is ontstaan. Nou, het vastgoed. Ik was altijd wel geïnteresseerd in vastgoed. Ik heb altijd wel geïnteresseerd geweest in huizen en in huizen kijken. Een collega van mij die tipte me eigenlijk over. Die was zelf ook begonnen dat vastgoed en die tipte me van, nou ja, als je dan bij die vastgoedman had die training gehad en een masterclass en daar was je heel enthousiast over. Ja. Ja, en als ik mensen enthousiast zie, dan denk ik van, oh, zou dat ook voor mij wat zijn? Ik heb de vastgoedtraining gevolgd. Ook dat was trouwens in de coronatijd. Dan kijk je wat meer van, kun je wat meer dingen gaan lezen. Dus toen ben ik bij een vastgoedgoeroe geweest. Of een goeroe, een vastgoed adviseur. Ja, dat is wel weer een beetje, dat is ook wel leuk, zo een analogie met jou. Dat is echt een man die het zelf gedaan heeft, die het al 30 jaar doet, die nu eigenlijk zijn kennis wil overdragen aan andere mensen, omdat hij dit ze ook gunt. Ja. Dus hartstikke leuk. We zijn eerst naar een workshop geweest, toen naar een masterclass. En vervolgens heb ik nu twee panden en ik ben druk op zoek naar nummer 3 en 4. Wow. En dat is ook met een blauwdruk, met een systeem. Stappenplan. Ja. Ook met een community waar we elkaar enorm inspireert. Want dan zie je weer dat iemand anders weer een appartement heeft gekocht en die heeft een keuken verbouwd. En dan denk je, oh, dat wil ik ook. Ja. En het is ook een beetje dat dingen maken. Ik heb nu een pand waar de fundering helemaal hersteld moet worden, maar waar ook de bovenverdieping verbouwd moet worden. Dit zijn de koopjes? Ja, dat was ook een koopje, want het was ook iemand die snel van het huis af moest. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om dan samen met mensen, ik heb iemand die dat voor me aan het verbouwen is, dat is een soort vriend, collega. Ja, die dat voor me aan het verbouwen is. En het is gewoon fantastisch leuk om te doen. Wow. Dingen uitzoeken. Wow. En het is ook gewoon leuk om iets te maken van iets. Maar neem even mee, ik ben zelf ook heel erg geïnteresseerd. Hoe vind je de koopjes en waar zit een beetje die secret sauce voor het spotten of het vinden van die koopjes? Nou, koopjes vinden is nu heel erg lastig. Ja, als je nu op Funda kijkt, dan voor je gebeld hebt, dan zijn er al 20 bezoekers en dan kom je er niet meer tussen. Dus hoe het nu komend jaar gaat, weet ik niet. Wat ik zelf heb bedacht is dat ik misschien... Je gaat gewoon aanbellen. Nou ja, ook dat wordt gedaan. Hè? Flyeren, dat kan ook. Dat je iets gaat kopen voordat het op de markt komt. Ja. Maar het zou ook best wel eens kunnen zijn dat er in de loop van het jaar vastgoedbeleggers... Misschien wel van hun beleggingspandjes af willen. Dat zou ook wel kunnen. Maar ja, die weten ook wat de waarde is. Dus die weten ook wat de waarde is. Maar goed, en dan hoef je niet te concurreren tegen mensen die kopen. Want die mensen die nu zelf willen kopen en wonen, die zijn ook enorm aan het overbieden. Mm. Maar goed, ja, het blijft een kwestie van geduld hebben. En misschien ook wel een beetje met wat minder rendement genoegen nemen in het begin. Ja, nee, dat precies. Kan. Het is ook een long-term spel natuurlijk. Ja, en uiteindelijk wil ik ook gewoon leuke woningen verhuren aan leuke mensen. Dat is ook. Dat vind ik ook leuk. Want ik zit er niet in om mensen het vel over de neus te halen. tegen. Je hebt de lijf te trekken. Nee, want ik wil wel gewoon een Ja, een leuke woning maken waar mensen fijn kunnen huren die ergens anders niet terecht kunnen. Ja, want dat is echt super moeilijk. De kloof tussen het huren en het kopen wordt wat mij betreft volgens mij steeds groter. Omdat het geld wordt wel steeds goedkoper. Dus de leningen die worden verstrekt, die zijn mega goedkoop. En daarom worden die huisprijzen ook alleen maar duurder. Omdat mensen denken, doe maar een tonnetje erbij. Dat kost mogen voor 1000 euro per jaar. Ja, maar zonder eigen geld wordt het wel heel lastig om een woning te kopen. Ja. Ja, want gaat die belasting wordt nu afgebouwd ook? Even kijken, want je hebt die overdrachtsbelasting. Die is nu 8% voor beleggers en 0% voor starters. Dus er is wel een soort van... Ja? De mensen die er zelf gaan wonen, die hebben wel een klein belastingvoordeel. Ja. Dat is, en de ratio die je mag lenen, is dat nog steeds 100%?
Vastgoedhypotheek bedoel je? Ja. 80%. Ja, de vastgoedhypotheek. Oh, op 80 nog. 80. Ik vind dat best veel voor commercieel vastgoed. Ja. Ja. Oh, dat is best veel. Ja, ja, er zijn er een paar die 80 doen. Ook een hoop investeringsbanken doen 70. Oh, wauw. Maar goed, dat betekent dus dat je... Maar heb je dus met dus een pand koop je van een... Ja, even een makkelijk sommetje. Ja. Je koopt een appartementje van een ton en dan heb je 20k geld nodig. Ja. En dan klop je bij die bank aan. En voor de rest hoef je niet veel papieren te overhandigen. Nee. Nee. Want zij, ja, het pand is 80%. Ja, dan, heb je nog een tip voor een goede vastgoedbank dan, waar je redelijk snel door het molentje kwam? Want volgens mij is dat ook een beetje een uitdaging, dat je vaak met tussenpersonen moet werken, toch? Ja, dat is ook zo. Hè. Dus ook met die vastgoedtraining zit ik in dat netwerk zitten ook dan tussenpersonen. En die tussenpersonen die hebben dan weer een... lijntjes? Lijntjes met die bank. Maar ja. Voor die bank is het ook, omdat die weet dat die cursisten... snappen wat ze aan het doen zijn. Ja. Dus voor die bank is het ook meer zekerheid. Ja. Dat ik dus via die tussenpersoon kom. Ja. Die tussenpersoon die staat garant dat ik snap wat ik aan het doen ben. Ja. En dat die bank heeft daardoor iets meer gevoel dat het niet iemand is die zomaar de klok heeft horen luiden en niet weet waar de klepel hangt. Ja. Ja. Dus dus via het netwerk kom je dan makkelijker aan die vastgoedlening. Ja, exact. Maar dus heel veel mensen, en volgens mij hoorde ik jou voordat we begonnen opnemen te zeggen, dat je een deel van je overwaarde van je huis hebt unlocked, zeg maar. Ja. Veel mensen doen daar helemaal niks mee. Nee. Die lossen elk jaar maar gewoon af. Die denken, ik heb daar mijn huis vrij. Nou, dat is heel fijn, weet je. En dan zit al dat geld, staat gewoon letterlijk stil, want het beweegt niet. Ja, dat is natuurlijk wel een hoop mensen. En ik zelf ook, zijn er toch een beetje soort opgegroeid van, je moet je hypotheek aflossen en je schulden en geen schulden maken. Daar was ik er zelf al iets makkelijker in. Ja, weet je, mijn ouders zijn overleden met een huis zonder hypotheek. Ja, dat is fijn voor de erfgenamen. Dus dat is leuk. Ja. Maar ja, je zou zelf natuurlijk, je had zelf veel meer met dat geld kunnen doen. Ja. Dat hebben we ook wel geprobeerd te zeggen. Maar ja, dat in die generatie was het natuurlijk het schuldenvrij hebben van een huis was het hoogste goed. Ja. En ik probeer nu te kijken of je met geld kan maken. En dat daar zijn goede blueprints voor ook. Ja, maar de meeste mensen in de pak de quote 500 en kijk dan wat de meeste mensen doen die heel rijk zijn. Allemaal in het vastgoed. Ja. Oké, en dan is de tweede gemene deler is ook nog allemaal heel veel schulden. Ja. Want dat vastgoed moet ergens gefinancierd worden. Ja. Ja. Maar het gaat uiteindelijk om het systeem creëren die uiteindelijk aan de achterkant ervoor zorgt dat je geld overhoudt. Ja, en dat is natuurlijk precies wat ik in die masterclass heb geleerd van Imin Patou. Het is gewoon een systeem waardoor jij het geld naar je toe haalt in plaats van dat het geld allemaal bij de banken blijft zitten. Ja. Dat is... Ja, en dan kom ik met de stelling, iedereen kan het vastgoed in. Wat zeg jij dan? Als je snapt wat je doet, dan wel, ja. Ja. Ja, je moet snappen wat je doet. Ja. En je moet ook wel een beetje tegen een stootje kunnen, want nu is het natuurlijk hartstikke leuk, want de prijzen stijgen. Maar er gaat natuurlijk een keer gebeuren, de prijzen ook weer gaan dalen. Ja. En dan is het ook weer een kwestie van mindset. Ja, durf je dan te blijven zitten of ga je in paniek verkopen? Ja. Maar op dit moment, in deze markt kan iedereen het denk ik wel doen. Ja. Maar de bomen groeien natuurlijk niet tot aan de hemel. Nee, maar ik geloof er wel in dat als je maar lang genoeg blijft zitten, dat je er geen grote buil aan valt. Nee. Tenzij de derde wereldoorlog uitbreekt, zeg maar. Ja, ja. Ik heb zelf ook... En wat natuurlijk nog een bijkomend voordeel is, ook je hebt zelf ook als je kinderen hebt. Weet je, als je nu... kinderen kunnen straks moeilijk aan een woning komen. Ja. Er kunnen twee dingen gebeuren. Of als de markt instort, is voor je kinderen weer makkelijker om wat te kopen. Ja. En als het niet instort, dan is het fijn dat pa zijn geld in huis heeft zitten. Ja, ja. Dus je beschermt, dat is ook een beetje voor ons wel de reden, want je beschermt ook een beetje je kinderen die over 4-5 jaar een huis misschien moeten kopen. Ja. We zijn nu alvast mee met de prijsstijging. Ja, mooi. Ja, ik heb, hoe lang is het geleden? Ik denk 15, 16 jaar geleden misschien al. Lang geleden heb ik dus ook vastgoed investering gedaan. Dat was helemaal een goede tijd. Dat is een hele goede tijd, ja. En ik heb in Utrecht heb ik twee appartementen nu. En ben ik mijn business aan het verkopen. En denk ook van het wordt wel eens tijd om er wat bij te prikken. Ja, ja, ja. Ja, dit gaat ook helemaal nergens meer over. Want als je ziet dat het over time, zeg maar, hoeveel waarde het is gestegen. De passieve cashflow die uit zo'n project komt. Ja, dat is geweldig. Het is gewoon fantastisch. En het geeft je heel veel rust ook privé. Want eigenlijk als je dat hebt staan en je gaat daarnaast een business
business opzetten. Want het is ook, allebei is eigenlijk een soort van ondernemen. Ja, ja, dat vind ik echt een perfecte combinatie. Want ja, dan kan je je business, kan ook alle kanten uit. Je kan ook sky high en exit en nog meer. En, maar ja, als het down the drain is, heb je hier vastgoed nog. Dus je hebt eigenlijk... Je kan ook wel tegen een stootje. Dat geeft wel, geeft wel een bepaalde mentale rust, dat denk ik ook. Ja, ja, door meerdere van die dingen tegelijkertijd doen, sla je een soort van, ik noem het anker, zeg maar. Ja. Dus je slaat gewoon, je kan nooit meer verder vallen dan dat anker, zeg maar. Ja, en zo stapel je het eigenlijk op. Ja, dan denk je natuurlijk van, ja, zoals jij hebt dan 15 jaar geleden gekocht. Maar ja, bedoel, 3-4 jaar geleden was alles nog waren allemaal nog koopjes te krijgen. Ja, maar ja, en dan denk je toch, want volgens mij heb ik in 2008 gekocht zelfs. Toen stortte dat hele spektakel in. Hè? Ja. Toen was het echt de vastgoedcrisis en het was allemaal ellende. Ja. Ik heb wel een soort van op de top gekocht met misschien wel de slechtste rente. Ja. Maar uiteindelijk verdienen we nog steeds geld aan. Ja, blijf goede handel. Ja, ja.